slachtoffers gaan ook vallen mocht er een grondoffensief komen. Er wordt nu gezegd, ja, Joe Biden is net geland, dus nu gaat Israël geen grondoffensief beginnen. Later landen er nog andere westerse leiders in Israël. Volgens mij gaat Macron ook die kant op, dacht ik. Nou, Scholz is net weer weg. Ja, Scholz is net weg. Dus zolang dat gebeurt, zolang er bezoek is, wordt er geen grondoorlog gestart. Klopt dat? Werkt dat zo? Nou, dat zou best wel eens zo kunnen zijn. We zien ook, als je de analogie kunt trekken naar Kiev, er zijn een heleboel Europese leiders en ook niet-Europese leiders in Kiev op bezoek geweest. En op dat moment was het stil, of was er wel een luchtalarm, maar viel er geen raket op Kiev. Hier zou je ook kunnen zeggen, zolang daar leiders zijn in Israël, zal Israël het niet gaan in het hoofd gaan halen om dan die grondoorlog te beginnen. Dat hoort niet of zo. Dat doe je niet. Nee, want je wil altijd de diplomatiek nog wel een kans geven. Alleen, als die diplomatiek zich alleen maar beperkt tot de Israëlische kant, ja, dan is dat niet zo effectief. Amerika, zolang Amerikaanse presidenten of Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders, zoals minister van Buitenlandse Zaken Blinken daar is, zie ik dat niet zo snel gebeuren. Maar of anderen ook die invloed kunnen hebben op Netanyahu en zijn regering, dat vraag ik me af. Maar een grondoorlog gaat inderdaad heel erg bloederig worden voor de Gazanen die daar nog zijn, want die willen zich ook niet laten verjagen, want die werken ook in de ziekenhuizen, die hebben daar nog familie zitten. En vooral ook nergens misschien heen. Onder het puin, kunnen ook geen kant op, want er zijn al een heleboel mensen in het zuiden van Gaza. Je moet vechten in de tunnels, dat is enorm dodelijk voor de Israëlische troepen. Ja, het wordt echt een ramp als je daarin gaat. Ja. En wat los je daarmee op? Dat is eigenlijk de vraag nog. Een woordvoerder van het Israëlische leger zei dat een volgende fase van de oorlog tegen Hamas er ook anders kan uitzien dan het grondoffensief waar iedereen het over heeft. Welke mogelijkheden zie jij dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, want ze hebben gezegd, we willen Hamas onthoofden. Je kunt wel de mensen doden die bij Hamas zitten, maar je kan de ideologie kan je niet vermoorden. Dus op de lange termijn levert dat, ben ik bang, niet zoveel op. Er zullen nieuwe mensen opstaan die denken van, ja, de onderdrukking zoals wij die ervaren, zoals het Palestijnse volk dat ervaart, is nog steeds niet weg. Dus we moeten in actie komen. Ik zie eigenlijk geen andere oplossing dan voor Israël. De hele bevolking die smeekt om wraak. En dat begrijp ik ook wel, na alles wat er gebeurd is en alle beelden die zijn verschenen. Maar ja, op de lange termijn, die wraak, ja, die leidt ook tot heel veel bloed. En die leidt tot meer wraak aan de andere kant. Dus je komt in een spiraal terecht waar je niet uit kan komen. Nou ja, er zit wel eigenlijk al heel lang in. Ja. En er is nu geen uitweg. Dus die andere optie is dan ook iets ongewis. Zag je tegelijkertijd dat de Amerikaanse krijgsmacht gisteren bekend maakte dat ze 2000 militairen in, nu citeer ik, een verhoogde staat van paraatheid hebben gesteld vanwege het conflict tussen Israël en Hamas. 2 vliegtuigschepen zijn sowieso al die kant op gegaan. Hè? Is dat nou een goede stap of wordt daarmee alleen maar olie op het vuur gegooid? Hoe moeten we dat interpreteren? Nou, die vliegtuigschepen zijn heel erg bedoeld om te voorkomen dat het conflict zich gaat uitspreiden naar Libanon, naar Iran, Syrië. Die hebben natuurlijk al gezegd, hè, als Israël die grondoorlog begint, dan beginnen wij de oorlog in het noorden. Dat heeft Hezbollah in Libanon gezegd. Syrië zal zich ook niet onbetuigd laten en zal zich door Iran laten aanvuren om ook wat te doen. En Israël heeft problemen genoeg gedaan aan die noordkant. Die vliegtuigschepen is eigenlijk blijf back-off. Jullie doen niet mee. Ja, heel duidelijk. Afschrikking richting de andere landen van bemoei je er niet mee, want anders zullen wij ook even onze spierballen laten zien. We weten allemaal dat Amerika toch wel de grootste militaire macht op aarde is en dat ook wel kan doen. Wat we nu gaan zien is, kijk, de wens om wraak is denk ik zo groot. En Netanyahu is zijn status als Mr. Security verloren. Die wilde weer terug hebben omdat dat het enige was waardoor hij verkozen kon worden, waardoor hij buiten die onderzoeken naar corruptie kan blijven. Dus ja, hij zal ook naar de families van de gijzelaars, van de gegijzelden, de Israëlische gegijzelden, willen laten zien dat hij wel degelijk Mr. Security is. Dus hij zal zich ook niet onbetuigd laten. De reservisten, de 360.000 spreken we nu op, Israëlische reservisten, ja, die zijn wel getraind, maar niet zozeer getraind in dat stedelijk gevecht, niet zozeer getraind om met de andere eenheden meteen op te treden. Dus die zullen ook opgeleid worden. De Amerikaanse militairen, de 2000, zijn er deels natuurlijk ook om Biden te beveiligen, nu die in Israël is, maar misschien ook wel om advies te geven aan de Israëlische troepen die straks die grondoorlog ingaan. En met name als je die tunnels ingaat, Amerika heeft er wel ervaring mee in de Vietnamoorlog. Toen hadden de Noord-Vietnamezen tunnels gegraven en hadden ze de zogenaamde
tunnelratteneenheid. En die hebben zich wel gespecialiseerd in dat soort oorlogvoering. En misschien dat die Amerikaanse militairen die ook kennis wel overgedragen wordt. Ja, 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 dat zou zomaar kunnen. Zou een doel van die grondoorlog, stel dat die er komt, ook kunnen zijn om de gijzelaars die nu nog daar vastzitten in de Gazastrook, berichten variëren of dat er nou 150 of 250 zijn, die tijdens die aanval van 7 oktober zijn meegenomen, om die vrij te krijgen? Ja, 199 is geloof ik het laatste getal. Ja, uiteraard. Maar ook dat is heel erg moeilijk, want je weet niet waar ze zijn. Je weet, die tunnels die zullen ongetwijfeld voorzien zijn van booby traps. Sluipschutters zullen er zijn. En die stad Gaza is voor een deel al platgeschoten. Dus overal kan je je verstoppen bijna onder ingestorte huizen. En die gijzelaars, je moet je eerst maar zien te vinden. En dan moet je ze nog veilig zien mee te nemen, want die worden ook bewaakt. En ik denk dat de mensen wel zover zijn opgefokt, de Hamas-mensen die ze bewaken, dat ze zichzelf ook willen opofferen en dat ze dan ja, een handgranaat laten afgaan, waarbij en de Israëlische troepen en de gegijzelden en zijzelf het loodje liggen. Dus ik erg somber in. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en de Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.